Mij is aangeschoven Jeroen Mouw, welkom. Dankjewel. Van het Koningin Wilhelmina Fonds, zoals het voluit heet. Voluit inderdaad, ja. Ja. KWF in de volksmond, KWF Kankerbestrijding als volledige naam, maar klopt. Ja. Titulatuur fondsenwerver. En ja. Vertel mij eens, wat is een fondsenwerver en hoe komt die uit de verf? Hoe komt die uit de verf? Nou, fondsenwerver, ja, het geld binnenhalen voor het goede doel. In dit geval de kankerbestrijding. Ik ben fondsenwerver puur gericht op acties en evenementen. Dus dat kan zijn van een klein meisje wat cupcakes verkoopt, zelf gebakken heeft en langs de deuren gaat bij haar familie. Tot dan ook een hele grootschalige actie die iedereen wel bekend mee is, Alpe d'Huez. Ook de grote tv-show die we jaarlijks hebben valt daaronder. 20 april gaan we live op televisie met een hele grote show op NPO 1 met Caroline Tensen. Dat is mijn vakgebied, zeg maar. En fondsenwerven is natuurlijk heel breed. Je hebt natuurlijk, je kunt donateurs hebben, de collecten. Daar is ook een aparte fondsenwerver voor. Ik geloof dat wij met totaal 12 fondsenwervers zijn. KWF is natuurlijk ook echt heel groot. Ten opzichte van andere grote goede doelen in Nederland. Ik zat even op de internetsite van KWF te kijken. Goede doelen, ja, met alle respect, maar er is nog wel eens een beetje wrevel over de beloningen van de topmensen van die dingen. Ja. Ik zag op jullie site een keurig overzicht, heel erg transparant en open, wat jullie verdienen, wat alle medewerkers eigenlijk verdienen. Ja. Is dat nog niet met name? Nee, maar is dat echt een hele bewuste keuze om dat zo te doen? Ja en nee. Het raar is, ik zag het vanavond weer voorbij komen ook op Facebook. Er circuleert nog steeds een lijstje rond met salarissen van directeuren van goede doelen. Dat van bedoel ik, van 5-6 jaar geleden. Hey, totaal niet meer relevant. Was er ook nog in die tijd helemaal geen sprake van überhaupt. Een balken en een norm, waar wij als goede doel aan zich ons helemaal niet aan hoeven te houden, want wij vallen niet onder de overheid, krijgen ook totaal geen subsidie van de overheid. Alleen, dus dat is raar dat het nog steeds circuleert en dat mensen daarmee aan de haal gaan. Aan de andere kant, ja, waarom zou je er niet transparant over zijn? Prima. Het staat in het jaarverslag, staat het ook vermeld, dus dat kun je net zo goed ook op je website zetten. Want dan is het gewoon het hele jaar door beschikbaar voor een ieder. Dus wat dat betreft wordt het wel eens wat opgeblazen? Nou, ik weet niet. Er zijn natuurlijk in het verleden absoluut wel misstanden geweest bij een aantal stichtingen met directeuren die of een afkoopsom kregen bij vertrek. Daar kunnen we beter open over zijn. En heel eerlijk, KWF is echt bij far het grootste goede doel in Nederland. We halen ruim 140 miljoen op uit de markt. Wij hebben een directeur die uit de farmaceutische industrie komt, die vanuit persoonlijke motivatie graag de directeursfunctie bij KWF wilde besteden. Ik denk persoonlijk dat die man er meer dan de helft van zijn salaris heeft ingeleverd om dit te mogen doen. Genoeg over salaris. Ja. Ik heb nog een vraag. Wat is het belang van sport als podium als voor goede doelen? Leg dat eens uit. Hoe belangrijk is dat? Nou ja, sport in de breedste zin, als je natuurlijk gaat kijken, is sowieso voor de gezondheid van de mensen natuurlijk heel goed. Dat is één. Daarnaast biedt het natuurlijk een hele grote zichtbaarheid voor alle goede doelen. Zeker dit soort wedstrijden, het landelijke sport, het is professionele sport. Wij zijn ook heel blij dat we een aantal mooie samenwerkingen hebben met de wielrenunie en ook met bijvoorbeeld een voetbalclub als Vitesse. Ja, dat genereert natuurlijk toch een portie aandacht die je op andere manieren wat minder krijgt. En als dan ook nog eens een keer de club dat omarmt en inderdaad dat geld wil binnenhalen, lees het fondsenwerven. Ja, dat maakt dat heel bijzonder. En dan krijg je hele mooie, mooie activiteiten. Het nederige werk van de mensen met de collectebeurs in verhouding met wat jij doet. Dat is toch net zo belangrijk? Is absoluut. Is net zo belangrijk. Wij halen nog steeds ruim 6 miljoen op uit de markt met onze collecteweek. Puur in die collectebus. Dat is nog steeds fantastisch veel geld. Ja. Dus het is te gek dat er elk jaar in de eerste volle week van september zo'n 80.000, 90.000 collectanten voor KWF de weg op gaan. Ja. En daarmee langs de deuren gaan en daarmee dat geld ophalen. Voor ons blijft dat ook wel een speerpunt. En de grap is natuurlijk in Nederland, wij zijn gewend aan die collecte. Andere landen kennen dat helemaal niet. Dit is echt iets Nederlands. Die collecte langs de deuren. Ja, ja. Die bus. Dus dat is een traditie. Ja. Dus daar is ook echt, naast dat wij daar dat heel belangrijk vinden, vinden ook andere goede doelen dat heel belangrijk. En is er ook echt een samenwerking op dat gebied om aan alle kanten te kijken. Mensen hebben minder klein geld, dus er wordt heel erg gekeken naar mogelijkheid met je mobiele telefoon. Ja. Om een soort pinapparaatachtige functie te creëren. Om maar het wel in stand te houden. Ja. Wat heb je met ijshockey? Heel eerlijk, dit is mijn eerste keer dat ik een ijshockeywedstrijd bezoek. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een hele bijzondere bijkomstigheid op deze manier. Ja. Dat het zo mag. Ja. Natuurlijk, ik heb het op televisie wel gevolgd. Olympische Spelen. In het verleden en vorige banen ben ik bij meerdere Olympische Spelen geweest. Ook winterspelen.
Ja, dan is dit is fantastisch om een keer mee te maken. En dat in Heerenveen, waar ik vroeger altijd voor het schaatsen kwam, ben ik dan nu een keer voor het ijshockey. Dat is 1,5 verderop. Dat is 1,5 verderop, ja. Top. Ik wens je heel veel plezier. Het gaat om het kleine zwarte ding, die moet in het net. Dat weet je. Ja, nee, je hoeft mij verder geen... Ik ben een enorm sport vanuit, dus de regels komt wel goed. Oké, nou, veel succes met jouw werk verder. Graag.